Welkom bij Vlogmas dag 1. Goedemorgen allemaal, we gaan van start. Het is Vlogmas, het is 1 december, we gaan ermee beginnen. Oh, ik heb hier zo lang op gewacht en zo lang over getwijfeld. Jullie zullen het in alle andere vlogs wel hebben gezien. Ik wist niet zeker of ik het ging doen. Of dat ik het wel ging doen. Of niet. Ik wist het niet. Ik twijfelde in verband met mijn opleiding, in verband school, stage, alle dingen die ik ernaast nog heb. Het is super druk en vooral de maand december is voor mijn opleiding heel erg druk. Er moet heel veel gebeuren deze maand. Maar ik ga een gokje wagen. Mijn camera wil nu al niet focussen. Het gaat nu al helemaal fout. Echt ongelooflijk. Nou, kom op. Ja, nee? Oh, het begint nu al. Goed, dit is een stuk beter. Hij blijft een beetje af en toe focussen, maar ik heb de settings veranderd. Dit zal beter gaan. Wat zei ik net allemaal? Ja, over dat het gewoon hartstikke druk wordt en ik toch niet wil opgeven en het gewoon wil gaan proberen. Dus dat gaan we ook gewoon lekker doen. Mocht er een dag ontbreken, dan ontbreekt die dag er en dan kan ik er niks aan doen. En dan is er gewoon een keer een dag niks. Daarvoor heb ik mijn intro's ook niet ingesteld op 1 voor 1 elke dag. Maar gewoon Vlogmas, je hebt hem net gezien. Puur om dat feit. Volgend jaar ben ik waarschijnlijk van mijn opleiding af, ben ik klaar. Dus dan zal het wel gaan. Maar we gaan het gewoon allemaal meemaken vandaag. Ik heb een beetje een geïrriteerd oog hier. Dus de binnenkant van mijn oog doet heel veel zeer en is heel erg rood. Dus hopelijk gaat het vandaag nog een beetje weg. Maar goed, in ieder geval. Ik ben wel helemaal klaar. Ik ben opgemaakt. Ik ben aangekleed. Ik heb dit nieuwe mintgroene shirtje aan van de Primark. Of nee, van de New Yorker. Die heeft Chantal meegenomen voor me. Ik heb een zwarte broek aan. Mijn zwarte fans. En ik doe zo mijn groene dikke jas aan. Die ik gisteren nieuw heb gekocht. Want ik ga vandaag iets heel leuks doen. Ik ga vandaag namelijk naar Duinrail toe. Ik ga even iets meer licht maken. Weer. Zo. Ik ga dus vandaag naar Duinrail toe. Er is daar vandaag een soort Sinterklaas landgoed gebeuren. Ik ga met mijn opa, met mijn oma, met mijn neefjes, dus Kevin en met Jesse. En met mijn oom en tante. Daar gaan we vandaag naartoe. Dus ik ga jullie gewoon lekker meenemen op de allereerste Vlogmasdag. Dat is wel gewoon leuk. We gaan gewoon echt wel gelijk iets doen. Maar Vlogmas is voor mij niet compleet. En dat weten jullie misschien wel. Met een adventkalender. Dus dat gaan we nu ook even doen. Goed. Allereerst, ik heb de adventkalender van de Action dit jaar. Ik heb op zich nog nooit een adventkalender van de Action gehad. Maar nu wel, ik heb er een plakbandje op geplakt zodat hij een beetje dicht blijft. Het is een spa adventkalender met allerlei producten. Hij wil alleen niet open blijven staan, dus of ik hou deze deuren eraf. Kan ik ze eraf halen of kan ik ze er niet afhalen? Ik weet niet, ik denk dat ik ze er wel op moet laten zitten. Maar goed, we gaan op zoek naar dag 1. Oh, die zit hier beneden. Hier zo. Ik ga hem gelijk openmaken. Ik zet jullie even neer. Ik weet niet of jullie het allemaal kunnen zien. Dit blijft een beetje lastig. Even kijken, waar zit de opening? Hier zit de opening. Oeh, kijk, dat bedoel ik dus jongens. Dit is echt... Wacht even, ik haal hem er even af. Ik ga even die deuren eraf slopen hoor. Zo, deuren zijn eraf. Dat is iets beter. Kan ik hem iets beter vasthouden? We gaan vakje 1 openmaken. Ik hoop dat ik dit jaar de deurtjes heel laat. Ik sloop ze ook. Kijk, we gaan nu al. Ik sloop ze dus elk jaar. Echt elk jaar. Ik ga de deuren dit jaar ook. Oh, nou doe ik mijn licht uit. Dat is ook niet helemaal goed. En de bedoeling. Wat heb ik vandaag? Oh jee. Alles is hier naar beneden gezakt. Oh. Jongens, dit wordt nu al een rommeltje. Dit hoort hier helemaal niet. Ik heb vandaag... Oh my god, nee. Oh, alles valt hier naar beneden. Ik heb alle cadeautjes hier al. Goed, laat me hem even pakken. Kijk, dit valt allemaal naar beneden. Dit hoort hier helemaal niet. Het hoort hier. Oké, gouden deur weer dicht. Oh my god. Ik heb het. Die hele adventkalender inhoud is zo naar beneden gaan vallen. Oh nee.
Dan heb ik straks waarschijnlijk de helft van de dagen lege dagen. Nee, we doen het helemaal mee. Dit is mijn eerste dag. Ik heb een handcreme. Chill. Daar ben ik heel blij om, want in de winter, ik vind eigenlijk, ik hou nooit van vette handen. Maar in de winter heb ik echt mega droge handen. Dus dan vind ik het wel lekker. Ik ga hem even gelijk testen. Dan heb ik op zich wel hele droge handen nu hoor. Maar... Oeh. Hij ruikt al heel lekker. Ik ga trouwens niet elke dag alles testen, maar ik heb nu wat tijd over, dus we gaan over een kwartiertje al weg. Goed invrijven, anders word ik helemaal gek. Oh, ik hoop echt trouwens dat mijn oog vandaag overgaat, want ik weet niet hoe ik daar in één keer aan kom, maar na mijn make-up, oh, irriteert heel erg. Oh jongens, als jullie dit konden ruiken. Het ruikt zo lekker, wat is dit? Waar ruikt dit naar? Jammer. Er staat niet op wat voor geur dit is. Maar hij ruikt wel heel erg lekker. Ik ga hem hiernaast zetten. Ik denk dat ik niet alles hiernaast kwijt kan. Maar we gaan het proberen. De deurtjes van de adventkalender die leg ik weer terug onder mijn bed. Waar mijn adventkalender lag. Zo. Ik pak even mijn telefoon. Ik heb allemaal WhatsAppjes. Ik weet niet van wie of wat. Spieken. Oh. Dat is mijn moeder. Oh fijn. In ieder geval, ik ben vanmorgen al druk Vlogmas video's aan het kijken geweest. Maar goed, welkom bij de allereerste dag van Vlogmas. We gaan van start. En ik ga zo naar Duinro. Dus ik ga jullie lekker meenemen vandaag. We zitten in de monorail. En het water onder, ik vind het doodeng. Dat water onder mij is 4 meter diep. Nou ja, onder Kevin. Kevin zit er echt precies onder. Boven. Ik hou hier echt niet van. Niet naar beneden kijken. Er staan baby's op het nest. Oh, ja. Baby's komen toch ook van de ooievaar? Je kan mij ook laten trappen als je wil, hè? Beenspieren. Oh, dit is zo chill. Heerlijk. Het is wat koud, maar het is wel leuk. Hier, en die trap, wil ik trap, heel trap. Graag. Moet je als het thuis vertrekken, dan ga je naar boven. Trap, zo tering. Hoe lang is dat? Hoe lang is die baan? Waar ga je vandaag heen? Oh man. Hier, kijk. Dat is zo leuk. Trap. Ik heb bijna kramp in mijn been. Trap. Oeh, dat hele ding gaat schuiven. Daar ga je zo. Kijk, dit vind ik echt zo leuk. In dat water. Te ver achter ze. Ze moeten even pauze nemen. Dus ze staan even stil. Ja. Boven het water. 4 meter diep. Van de haven. Nou kunnen we weer door hoor. Daar gaan we. Zonnetje. Kijk dan. Er rijdt een golfkarretje door een cadeautje op het dak. Oh leuk. Zijn die van mij? Ja. Rustig. Je gaat sneller dan mij. Wee. Kevin. Jij bent de enige! Stop! Deze waarin echt gekomen is om hut te bouwen. Vooral bomen. Ja! Oh, mij! Hey, kijk naar mama. Ik hang boven het water, ja? Ja, ik ook!
Jij kan er sneller uit dan ik. Als jij nu... Oh, we lopen inmiddels nog lekker in de duin, Urel. We hebben net een bakje gedaan. Jesse zit nu hier ergens. Ik weet alleen even niet waar. Waar zit hij? Oh, daar zit hij. Ik zie hem daar zitten. Ja, ze zitten er. Ja, ze zit naast een ander kindje. Mocht niet mee. Even handje. Kijk! Dat is leuk! Ik heb het daarin. Oh, een konijn! Een konijn! Ja, ik zie hem. Leuk, hè? Ja, dat zit erin. In de mini-trein. Kijk. Het is een mini-trein, hè? Dat doe ik veel. Doe maar zwaaien. En nog meer! Kijk, pakjes! Nog meer pakjes. Allemaal pakjes. Oh, nou gaan we onder de grond, Jesse. Daar gaan we. We gaan in de tunnel. Oeh. Tunnel. Hout. Oh. Laatst keer dat ik op een rodebaan geweest was echt, weet ik het hoe lang geleden. Hallo! Oh, mijn tante zit voor me. En daarvoor zit Kevin en daarvoor zit mijn oom. Zo leuk! Oh, het is echt lang geleden dat ik in de rodebaan heb gezeten. 10 jaar. Toen bestond Kevin, was nog niet eens geboren, was in Duitsland toen ik op vakantie ging. Oh, ik ben überhaupt nog nooit alleen in de rodebaan geweest. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan hier gewoon nog een behoorlijk stuk omhoog. Dus we gaan het meemaken. Jee! Ik zit op de rodebaan! Die baan is lang! Hij gaat niet heel hard. Uh-oh. Uh-oh.
voor. Ben ik achter. Ben je klaar voor? Ja. Mooi. We vonden het helemaal geweldig. Ik heb mijn capuchon al opgedaan, want het is echt gewoon best wel heel erg koud. Dus dan doen we hem gewoon lekker op. Ik vind het allemaal lekker best. Ik wacht even tot de oma naar buiten komt en dan gaan we naar de volgende achtbaan, de Dragonfly. Ik ben benieuwd of Jesse erin mag. Als hij erin mag, dan nemen we hem zeker mee, want hij vond dit ook hartstikke leuk, de dikke achtbaan. Dus ja, ik ben heel benieuwd, maar het is echt een hele leuke dag. Het is fris, maar het is niet heel erg koud. De zon schijnt toch nog wel een beetje, dus... We blijven wel enigszins een beetje warm, maar ja, gaat goed. Leuke dag. Waar is het? Ik kom op voor te zetten. Ze kunnen voor gaan zitten zo. Inmiddels zit de dag erop. We hebben echt een hele leuke dag gehad. Is hij nou nog open? Welke moet je hebben? Ik weet niet waar je moet inleveren. Moet je niet hier inleveren? Ja, loop. Vraag even aan die PMS. Ja, die weten hun dat waar je in moet leveren. Vraag het hier bij die gamehal dan. Ja. Oh, even mijn tickets inleveren en dan gaan we lekker naar huis. Goed, jongens, de dag zit erop. Het was een koude dag. Het was een leuke dag. Maar nu wel achteraf een vermoeiende dag. Te bedenken dat ik morgen om 5:30 uit mijn bed moet om naar stage te gaan. Ik heb net avond gegeten. Ik heb even Turkse pizza gehaald. En ik heb verder niks bijzonders gehaald in de winkels daar of zo. Het is echt gewoon... We zijn die tickets gaan inleveren die Kevin had gewonnen. Toen mocht hij snoepje kiezen. En...
Nu is die... Ik kon niet meer praten. Toen waren we dus klaar, zijn we naar huis gereden. En nu zijn we hier. Ik sta nog steeds in mijn kleding. Ik ga me zo wel omkleden, want ik heb het gewoon echt heel erg koud. En ik wil heel graag lekker warm mijn bedje in. Ik heb wel echt genoten van deze dag. Ik merkte ook wel dat ik het echt wel even nodig had na de afgelopen weken. Wat gewoon heel erg vervelend voor me was en negatief. En dus ik gewoon echt even... Ik heb echt twee rotweken gehad. Dus ik ben wel blij dat ik nu even lekker een dagje erop uit ben geweest. Ik heb vanmorgen vroeg nog wat huiswerk gemaakt. En voor de rest heb ik het gewoon lekker gelaten voor wat het was. En ga ik morgen verder. Ik ga me zo omkleden. Ik ga zo de video nog editen. Want die moet morgen natuurlijk online om 7 uur. En dat was de dag alweer. Ik bedank jullie voor het kijken op deze video. Een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je morgen bij een nieuwe vlogmas video. Doeg!